FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door DR Groep. NEC Volendam op het programma. Volendam is de nummer 17 en houdt alleen Utrecht op doelsaldo onder zich. Dat was voorafgaand aan deze wedstrijd. Utrecht inmiddels een puntje gepakt en dus begint Volendam als nummer laatst aan deze wedstrijd. Mooi gebaar van de meegereisde Volendam supporters die Bas Dost nog een keertje sterkte wensen. De aanvoerder van Volendam, Demon Mirani, heeft nog een cadeautje voor Bas Dost. Die overhandigt aan de aanvoerder vandaag van NEC bij afwezigheid in de basisopstelling van Schöne, Bram Nuiting. Houdt zo in de voeten bij Tafsan. Dan komt die bal bij Ogawa. Het is raak. Gepruts van Bakhuis. En daarvan profiteert uiteindelijk Koki Ogawa. Zo'n bal door het midden. Dat mag natuurlijk nooit als keeper. Het gaat via een Volendams been. Ogawa maakt het rustig af. Maakt zijn derde van het seizoen. Tafsan en Bakhuis. Een rebound opgepikt door Verdonk, maar die stond buitenspel. En nu gaat het dan wel net goed, die trap door het midden. Om te zeggen dat hij even voorzichtig aandoet, dat niet. Johnson, een metertje over. Zullen ze dat altijd gezien? De kaart aan voor Tafsan. Goeie bal. Ogawa weggestoken. Ik denk dat het net buitenspel is. Maar hij maakt het wel af, Ogawa. En de vlag blijft voorlopig naar beneden. Het heeft de schijn van buitenspel. Maar goed. Deze hoek kan vertekenen. Hij maakt het wel weer uitstekend af. Nee, het is toch buitenspel. Nu bevestigd. Door de videoscheidsrechter getrokken lijnen. Ja, Volendam maakt het NEC zo wel heel makkelijk. Het is dat Hoedemakers die bal achter Larsen speelt. Ah, die krijgt er toch nog op doel en Bakhuis moet gestrekt. Johnson. Meegegeven Cox. En daar is de kopbal tegen de lat van Muren. En in de rebound scoort hij hem. En wordt hij geraakt door Sillissen. En weerhoudt dat hem ervan om dat doelpunt te vieren? Ja, hen niet natuurlijk. Hij toch is opgekrabbeld om dat doelpunt te vieren. En terecht natuurlijk. De voorzet is van Cox. Dan loopt Nuiting weg. En kan Muren vogeltje vrij inkoppen. En zijn vijfde van het seizoen maakt. Tafsan raakt Cox daar. Tafsan heeft al geel. En wat gaat Kamphuis nu doen? Ja, daar gaat Elias Tafsan. Mist de bal. Het is weer niet heel zwaar. Cox maakt er ook wel heel veel van, heb ik het idee. Dan wellicht momenten waarop NEC zou kunnen toeslaan. Oh, die bal schiet door via Benamar. Daar stond Ros ineens voor de goal. Deze voorzet van Ujike. De kopkans voor Johnson. Dat is behoorlijk hoor. Johnson die hem
Zo via de grond in de handen van Silissen kop. Hoedzik gaat trappen. Nuiting die verlengt. Daar komt de schietkans aan voor de Haan. Wow, tegen de lat. En ook nog tegen Silissen aan. Dan is er buitenspel gezien. Heerlijk geschoten. En de vingertoppen van Silissen zorgen ervoor dat die bal tegen de lat gaat uiteindelijk. Hij krijgt hem niet voorbij. Benamar van Roy dan nog. Daar is Ogawa. Die mist de bal. Buitenkantje. Roper naar Schöne. Metson. Daar is Ogawa. Nu wel de controle en het schot. En de bal van de lijn gehaald door Benamar. Ineens weer wat hoop bij het thuispubliek. Hier is Douiri. En het schot van de Haan, die zit er schitterend in. Die 19-jarige middenvelder. Die in één keer uithaalt. En prachtig raakschiet. Het echt begint te plensen nu in de Goffert. En die bal doorschiet richting Hansen. Die gaat over de keeper heen. Dan krijgt hij een strafschop. En is dit absoluut niet de wedstrijd van Mio Backhaus. Metson, raak en 2-2. Het is alweer het zevende doelpunt van dit seizoen voor Magnus Metson. Tackle, bestraft met een vrije trap. Silissen wacht, het wordt Twicht en die schiet er binnen. Kelvin Twicht schiet hem binnen voor Volendam. Waar ze helemaal gek worden. Omdat ze hier toch nog de zegen gaan pakken. Zo lijkt het. De bal gaat over Silissen. Hey, maar het is 3-3. Het is 3-3. Het is weer Ogawa. En nu wordt NEC helemaal gek. Wat een wedstrijd. Wat een slotfase. Het was een bizarre wedstrijd in de Goffert vandaag. Waar iedereen nog een beetje van aan het bijkomen is. En NEC zal onderaan de streep het meest tevreden zijn met dit punt.